21 februari is het de dag van de moedertaal. Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Voor UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Ook benadrukken ze het belang van de moedertaal voor goed onderwijs. De culturele organisatie NACS zal ook aandacht besteden aan deze dag, zegt Shahna Spengel, PR officer van NACS. Vanwege COVID kunnen de scholen dit jaar niet worden bezocht om voor te lezen in het Sranang. Maar NACS zal deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Waardoor we niet dicht bij de mensen echt kunnen zijn zoals we het gewoon hebben gedaan een aantal jaren terug. Waarbij we op scholen zijn geweest om voor te lezen. Bezig zijn geweest op kantoren, in gemeenschappen met mensen. Zullen we dit jaar door middel van een video, een soort hoorspel, een toneelstuk dat is opgevoerd, mensen kennis laten maken, laten genieten en een stukje van die taal in hun huiskamer brengen. Kabafra op Apollos. Nou, wat om ze sweet toon. Sari toon, maar sweet toon. Die vrouw. Op Apollos, weet je, dat van Jari. Ik zei, maar ik heb een Jari zo. Ik zei, ik ben zo bende. Ik ben daar nu aan het doen. Maar op Apollos, weet je, ik heb dat de San Feso los en vast. Maar ik kom mee. Just, ik dacht dat ik was aan Tamara, dat ik was aan San Baka. Volgens Spengel is het Sranang niet aan het verwateren. Het leeft juist. En niet alleen die taal, maar alle talen over het algemeen. En vooral als je er steeds mee bezig bent, binnen NACS, die organisatie NACS, is er continu mee bezig. We zijn steeds bezig lessen te verzorgen, de conversatielessen, schrijflessen, de manier hoe we ermee moeten omgaan, lezingen verzorgen we. Een van onze mooie activiteiten is de iconenkalender. En dat gebeurt allemaal omdat we een Sranantonge unit hebben bij NACS. Een unit onder leiding van mevrouw Vivian Olof, die zich specifiek daarmee bezighoudt. En in Suriname is die taal echt aan het leven. En door middel ook van muziek en drama, toneelstukken, zijn we ook bezig spelenderwijs die taal te brengen steeds dichter bij mensen. En in Suriname leeft Sranantongo. Sranantongo na wa sweet tongo. Sranantongo na atongo sa etja sranansma ko makandra. Mekun horing, mekun lobbing, mekun taking, mekun skriving. Sranantongo, mama tongo fu sranang. Dat was Shahna Spengel, PR officer van de culturele organisatie NACS. We spraken haar in het kader van de Internationale Dag van de Moedertaal, die morgen 21 februari wereldwijd wordt herdacht.